Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Wat kom jij hier even brengen, Rob? Wat zit er allemaal in? Wat heb je allemaal voor moois bij je? We zijn in het Glazen Thuis, het liefdadigheidsprogramma van de regio Nijkerk en Barneveld. Pasta's, mie. Wat leuk, Bami speciaal, tandenborstels, ook altijd handig. We zenden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat uit op de lokale radio- en tv-zender. En wat we doen is eigenlijk, we zamelen geld in, zoveel mogelijk, om goed te verspreiden in de regio. En dat geld wat we inzamelen, dat gaat ook gelijk deze week er weer uit, doordat we wensen vervullen van clubs, organisaties, gezinnen, mensen die iets nodig hebben. Het is weer de tijd van het jaar dat we ons graag inzetten voor een ander. Rond de 30 vrijwilligers maken jaarlijks deze uitzending om mensen uit hun eigen regio te steunen. En ondanks de dure tijd merken ze dat er dit jaar net zo vaak gedoneerd wordt als anders. Maar de bedragen zijn wat minder. Dus we moeten dit jaar wel iets harder aantrekken, merken we wel. Ja, ja, want vorig jaar, wat was jullie eindbedrag? Dat was ruim 37.000 euro. Zo. Ja, en daar wil je dan toch eigenlijk wel overheen. Nederlanders geven eigenlijk veel. Ze geven 5,7 miljard euro per jaar. En eigenlijk varieert dat wel een heel klein beetje, dat bedrag. Maar is ook vrij stabiel over de jaren. En je ziet eigenlijk juist dat op het moment dat de nood hoog is, zoals bijvoorbeeld nu, dat heel veel mensen hun energierekening niet kunnen betalen, dat juist dan mensen extra vrijgevig worden. We geven graag, maar wel als we erom worden gevraagd. Acties voor tv en radio zijn daarom effectief. Dit jaar loopt de actie om de energiecompensatie die iedereen krijgt weg te geven als je hem niet nodig hebt. Dan zie je bijvoorbeeld nu wel heel duidelijk dat voedselbanken heel vaak die 190 euro binnenkrijgen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld een fonds als het Kansfonds dat heel expliciet zegt van je kunt via ons die 190 euro van die energiepremie geven aan mensen die het heel hard nodig hebben. Daar zie je ook dat gewoon echt al duizenden mensen ervoor gekozen hebben om die 190 euro aan het Kansfonds te schenken. We geven wel het liefst aan een goed doel dichtbij ons. 80-90% van het opgehaalde geld blijft in Nederland. Met ellende verder weg in de wereld zijn we minder begaan. En aan de ene kant is dat begrijpelijk, want we hebben hier natuurlijk ook veel problemen met armoede. Tegelijkertijd hebben we ook nog steeds 800 miljoen mensen die van 2 euro per dag rond moeten komen. Maar die zijn iets verder van ons weg. En ja, daar denken we dan toch vaak iets minder snel aan. Terwijl je juist in deze moeilijke gebieden soms enorm veel kan bereiken met een klein bedrag. Dat is de stelling van organisatie Doneer Effectief. Elke minuut gaat er een kind dood aan malaria, bijvoorbeeld. En elke 2 minuten een kind dood aan een tekort aan vitamine A. Dat zijn eenvoudig voorkomende problemen. Waar je met 5 euro kan je al een bednet ophangen. Voor 1,25 euro kan je al een voedingssupplement geven waar een kind een jaar lang mee vooruit kan. Dus het is zo eenvoudig om op die manier te zorgen dat kinderlevens gered worden. Toch vrezen veel mensen dat grote organisaties vooral veel geld aan zichzelf uitgeven. En dat er in ontwikkelingslanden veel donaties verdwijnen in verkeerde zakken. Ik was zelf in het verleden ook erg sceptisch met geven. Ik werd er eigenlijk steeds zuiniger mee, omdat ik het niet vertrouwde. Tot er een moment kwam dat ik dus in contact kwam met het begrip effectief doneren. En dat er onafhankelijke onderzoeksinstellingen zijn waarin dus de goede doelen echt tegen de lat aan worden gelegd. En worden beoordeeld op hoe goed ze presteren voor de gedoneerde euro. En dan wordt het ineens heel aantrekkelijk weer om te geven. Omdat je echt zeker weet dat het goed zit. Doneer Effectief heeft een ranking gemaakt van organisaties die met uw geld echt een goede prestatie leveren. Sommige mensen vinden het veel belangrijker om naar een effectief goed doel te geven op het gebied van klimaatverandering. En anderen vinden bijvoorbeeld de voedseltransitie heel erg belangrijk. Dus je kan daarin zo je eigen wereldprobleem kiezen. En daar dan een keuze maken in de meest effectieve goede doelen. Ja, kijk, daar hebben we de home socks. Iets wat ons meer aanspreekt is denk ik de grote fles Chardonnay. Oh, je houdt hem op elkaar. In Nijkerk hebben ze geen moeite met het kiezen van een goed doel. De hele dag worden ze bedolven onder de hulpvragen.
Gezinnen bijvoorbeeld die dus in financiële zorgen zitten, die helpen we met lokale cadeaukaarten. Dan kunnen ze boodschappen mee doen of eens een keertje leuk gaan shoppen of uit eten. Maar we hebben ook dagjes uit geregeld voor gezinnen die dat gewoon echt goed konden gebruiken.